Goedemiddagmaker. Kunnen mij vertellen wat het probleem is? Waarom jij hier bent? Ik heb geen weinig zelfvertrouwen, ik heb bijna geen zelfvertrouwen. Ik zit al eigenlijk een jaar op een lekker in mijn vel. Oké. Dus jij zit niet lekker in je vel, een aantal jaren, en dan heb je ook specifiek zelfvertrouwen. Oké? Als ik ga zelfvertrouwen schalen, 0 is gewoon helemaal niks en 10 is gewoon 100%. Hoeveel is het bij jou? 3. Oké. Wat heb je gedaan tot nu toe om zelfvertrouwen omhoog te krijgen en beter worden? Ik heb hypnotherapie gedaan en ik ben bij allerlei mensen geweest die spiritueel zijn. Oké. En heeft die ook geholpen? Nee, niet echt. Oké, niet echt. Oké. En hoe lang eigenlijk loop je met dit probleem? Heel veel jaar. Heel veel jaar, oké. Ik wil graag weten, hoe heb je de hypnose sessie ervaren? Ik vond het een aparte ervaring. Een aparte ervaring. In welk opzicht vond je het apart? Hoe dat je erop reageert eigenlijk. Oké. Mooi. Veel mensen vinden gewoon hypnose eng. Nee, wat is jouw ervaring? Nee, absoluut niet eng. Absoluut niet, oké. En als ik zeg, je bent in hypnose geweest, hoe voelt de hypnose voor jou? Goed. En in welke opzicht, als anders dan gewone toestand, hypnose voor jou? Het voelde relaxed. Voelde relaxed, oké. Okay. En toen wij begonnen, hadden wij een doel, hè? Zelfvertrouwen. En het was, als ik mij niet vergis, was het 3. En hoeveel is het nu? Dus nu 9. Nu 9, oké. En hoe kan je eigenlijk, waar komt die 9 vandaan? Wat heb jij anders in jezelf dan voor de sessie? Ik voelde ook gewoon het was warm en ik ging ook van stralen, zeg maar. Ik voelde gewoon die plak op mijn gezicht. Oké, ja. Ja, dat is echt. Hartstikke mooi. We hebben ook gedeelte emotionele healing gebruikt. Hè? Mm-hmm. En hoe komt dat bij jou eigenlijk binnen, die emotie die wij weggehaald hebben? Ja, als ik gewoon heel warm wil, ik zag mezelf als kind. Ja. En ja, dat is heel apart om dat mee te maken eigenlijk. Okay. En je daar zelf gelukkig te zien en dat in wat op te pakken. Oké, hartstikke mooi. En nou, ik heb de laatste vraag van Maga. Als jij hypnose wil aanbevelen bij anderen, wat is jouw, wat wil je zeggen tegen de mensen die een beetje twijfel hebben over hypnose? Ik ben er niet bang voor. Oké. Ik ervaar het gewoon, het is een hele mooie ervaring. Wil je dat aanbevelen bij mensen om dat aan te doen? Ja, oké, dat is goed. Ik wil jou bedanken voor wat je gedaan hebt. En geniet ervan, wat je nu hebt. Je hebt een prachtige iets bij jou. Hè? Ja. En geniet ervan. Hè? En bedankt. Oké.